Geachte aanwezigen, het feit dat wij hier zitten is niet zomaar toeval. Als onze voorvaderen en hun kameraden niet tot het einde hadden gevochten tegen de Duitse invasie, zou de toekomst er waarschijnlijk nog donkerder uitzien. Wie weet of we hier dan nog hadden kunnen zitten, veilig en zonder zorgen. Maar lang niet iedereen in de wereld deelt dit privilege met ons. Er zijn mensen die leven in een hel op aarde. Een leven vol onzekerheid en verdriet. Geen Pax Europae of Pax Americana. Afgedwongen op de wereld met westerse oorlogswapens. Niet alleen vrede voor Europeanen en Amerikanen, maar vrede voor alle mensen. Niet alleen vrede voor onze tijd, maar vrede voor altijd. De oorlog in Syrië heeft tot nu toe ongeveer 130.000 mensen het leven gekost. Dat is bijna net zoveel als het aantal inwoners van de gehele gemeente Haarlem. Daarnaast zijn miljoenen mensen hun huis, ouders, kinderen en verwanten verloren. We willen altijd meer en meer, maar we moeten genoegen nemen met wat we hebben en dankbaar zijn. We moeten dankbaar zijn omdat we veilig kunnen slapen onder een dak, terwijl andere mensen in de wereld niet eens een dak hebben om onder te kunnen slapen. We moeten dankbaar zijn voor alle kansen die we krijgen en de zekerheden die ons gegeven zijn. We moeten dankbaar zijn dat we veilig over straat kunnen lopen zonder een kogel vangen. We moeten dankbaar zijn dat we vrij zijn om te zeggen wat we willen en niet worden onderdrukt als we onze mening willen uiten. We moeten dankbaar zijn met de vrede en veiligheid die ons is geschonken. Maar wat we ook moeten doen is deze vrede delen met onze broeders en zusters die hier niet van kunnen profiteren. Er is immers geen weg naar vrede. Vrede is de weg.